Ik heb trek in wat lekkers voor bij de borrel. Je kent die Melba-toosjes wel, toch? Die toosjes die je echt overal bij kunt gebruiken. En ik gebruik ze vandaag om te serveren met mijn knoflookgarnalen. Ik ga dit gerecht in de oven bereiden. Dus ik ga de schaaltjes vullen met knoflook, rode peper en olijfolie. En als de olie dan warm is, dan doe ik daar de garnaaltjes bij en bak ik ze af. Het zijn ultradunne, knapperige toosjes, boordevol sesamzaadjes. Het fijne aan dit product is dat deze toosjes vegan en palmolievrij zijn. Je ziet nu dat die knoflookstukjes en die rode peper zo lekker aan het borrelen is. En dat is eigenlijk het signaal dat de garnalen erbij kunnen. Dan kan je op die manier lekker garen in de oven. Ik heb de Melba sesamtoosjes gebruikt, dus dat moet je natuurlijk ook terugzien in het garnalengerechtje. Ik serveer het nog met wat sesamzaad over de garnaaltjes heen. Dit is een super simpel gerechtje met de Melba sesamtoosjes. Echt heel lekker. Dat vettige, de knoflook, de garnalen en dan dat crispy toastje erbij.